Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wolken over Nederland en uit die bewolking valt van tijd tot tijd wat lichte motregen, vooral in het midden en zuiden van het land. Maar uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Voorzichtig breekt de zon een beetje door en vanochtend is het ongeveer 13 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur nog wat verder op, dan wordt het 15 graden op de Wadden tot zo'n 18 graden in het binnenland. Hier en daar een beetje zon, maar toch ook nog wel vrij veel wolkenvelden. En de enkele lichte bui is nog niet helemaal uitgesloten. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en dan winnen de opklaringen langzaam maar zeker terrein met temperaturen van een graad of 14. Vannacht koelt het af naar 7 graden lokaal en kan het nevelig worden, misschien ontstaat er een mistbank. Morgen eerst kans op wat nevel of een mistbank, dan de zon, Stapelwolk in de loop van de dag uiteraard er ook bij. En heel lokaal kan een buitje vallen, 18 tot 22 graden wordt het. En het kwik loopt verder op, want vrijdag komen we op gemiddeld 22 graden met zonnige perioden, maar in de loop van de dag misschien een enkele regen of onweersbui. Die kans is in het weekend veel groter. De kans op regen- en onweersbuien, dan is het 22 of 23 graden en een beetje broeierig met een noordoostelijke wind. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl